Uit sojabonen, die op steeds grotere schaal in de archipel worden verbouwd, bereidt men een volksvoedsel bij uitnemendheid, tahu genaamd. De bonen worden droog gemalen, met water vermengd en dan opnieuw gemalen. De dikke meelpap, die rijk is aan eiwitten en vetten, wordt daarna gekookt. De ontstane brei wordt op een vormpje in vierkante lapjes gewikkeld. Dan wordt het water eruit geperst, de tahu wordt in de zon gedroogd en is dan geschikt voor consumptie.